Als je nu kijkt naar trends die jullie tegenkomen bij de kiescompas, wat viel dan met name op? Nou, wat met name opvalt is toch de opkomst van lokale partijen, de populariteit van lokale partijen en eigenlijk niet van de oudere partijen. Daar zou je van denken, nou, de ouderen verlaten de traditionele politieke partijen. Die verliezen allemaal. Waarschijnlijk CDA, VVD en Partij van de Arbeid gaan verliezen. Ja, dat heb je net gezegd. Ja, en die gaan naar de oude partijen, of niks ervan. Hè. Die gaan naar de andere lokale partijen over. Dus dat vond ik heel opvallend. En natuurlijk dat verhaal dat er minder aandacht zou zijn voor de verkiezingen en de opkomst lager zou zijn. Volgens mij gaat dat meevallen. Nou, volgens mij gaat dat meevallen. Nieuws, want er is een prognose inmiddels bekend dat 53% van de mensen toch hun stem heeft uitgebracht. En dat is aanmerkelijk hoger dan, wat was het, 42%, 43% die werd verwacht. Het is ongeveer hetzelfde als de vorige keer. Ja, dus, maar dus wel nog altijd schommelt dat rond de laagste opkomst ooit, hè? Net als 4 jaar geleden. Dus daar moeten we het dan wel mee doen. Maar nogmaals, dit zou een meevaller zijn gezien de prognoses. Ja, en het blijkt dus ook wel dat mensen dus toch, nou ja, denk ik ook door de tweestrijd misschien wel in die grote steden. Want je zag in alle grote steden dat er toch een tweestrijd was tussen verschillende partijen. In Den Haag natuurlijk tussen de Partij van de Arbeid en de PVV. Dat daardoor ook de aandacht voor zo'n verkiezing interessanter is. Zo'n race om de eerste plaats is natuurlijk interessanter dan dat er 20 meedoen en niet duidelijk is wie er nou gaat winnen. Nee, precies. Daarover gesproken, de PVV, dat is dan wel interessant. Ik neem aan dat jullie al heel direct in jullie resultaten, in jullie zoekresultaten van de mensen kunnen zien of zo'n PVV populair wordt. Nu hebben wij al vernomen, onder andere ook uit jullie statistieken, dat de PVV in Almere en in Den Haag de grootste zou kunnen worden. Ja, dat zie je heel duidelijk. Je ziet het ook omdat de VVD wat minder populair is. Heel veel mensen die VVD stemmen kunnen ook PVV stemmen, dus die gaan over. In Almere heb je dan nog de dynamiek dat ze Leefbaar Almere leegzuigen. Mm-hmm. Ik vind Den Haag veel interessanter, want in Den Haag is er heel veel gerommel geweest in die partij. Ze zijn uit elkaar gevallen. Ik geloof dat er wel 5 raadsleden zijn opgestapt. Ja. Nou, allemaal heibel. En dat maakt dus helemaal niet uit. Die partij gaat gewoon groot worden, misschien wel de grootste. Mm-hmm. En dat toont aan dat die partij eigenlijk maar 1 persoon is. Geert Wilders. Mensen stemmen op Geert Wilders, ongeacht wat zo'n partij doet. Maar dat merkt u dus ook in de manier waarop mensen zoeken in het kieskompas? Nou, dat ze nog steeds een hoge stemkans aan die partij geven. En dat dat onveranderd blijft. En dat je ziet dat als Geert dan in beeld komt, dat dan zo'n partij zijn opleving krijgt. Dus dat vind ik wel heel bijzonder, dat die partij eigenlijk los van die lokale afdeling en die fractie gewoon populair is. Ja. Dan nog een andere trend die we zien. De opkomst van de oudere partijen. Ja. We hebben met een vergrijzing te maken in Nederland. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat er oudere partijen komen. We worden net van Frits Hoefnagel. Ja, maar ouderen hebben vaak helemaal geen zin meer om te stemmen. Hè. Dat hebben we ook in veel programma's gehoord. Hoe zit het daarmee? Bezoeken die dan ook dat kieskompas? Ja, wat minder natuurlijk dan jongere mensen. Want het internet is het domein van jongere mensen. Dus ouderen hebben altijd wat minder online. Maar desalniettemin flink wat ouderen die tegenwoordig online zijn en het kieskompas invullen. Omdat zij ook zijn gaan twijfelen. Ouderen waren vroeger heel stabiel aan de grote politieke partij vast. Ja. Verlaten vooral het CDA en de Partij van de Arbeid. En dan zou je denken, dan gaan ze massaal over naar de oudere partijen. Niks ervan. Ik denk dat die het niet helemaal niet goed doen. Misschien dat ze wel zetels gaan halen. Maar niet de gigantische slag gaan maken zoals in de jaren 90. Goed, ik ga